Dames en heren, goede avond. Welkom vanavond in de Bali op deze avond die georganiseerd is door de Bali, het Parool en uitgever Het Podium. De avond kort en goed gewijd aan het korte verhaal. Een avond waarmee we de week van het korte verhaal aftrappen en waarmee we op Valentijnsdag een ode brengen aan onze liefde voor het grote verhaal. Voor het korte verhaal. Neem me niet kwalijk. Een grote korte verhaal. mijn naam is, voor het niet weet, Marjolein de Kok. Ik ben coördinator boeken van het Parool. We hebben vanavond een hele gemengde cast van gasten die hier aan zullen treden om over het korte verhaal te discussiëren. Over de toekomst van het korte verhaal. Over de merites van het korte verhaal. En de aanleiding is ook een hele mooie bundel die net verschenen is. Het is de jubileumbundel van uitgeverij Podium. Het is de 20ste verhalenbundel die wordt uitgebracht. En daarvoor is aan 21 Nederlandse en Vlaamse schrijvers gevraagd: wat is nou volgens jou het allermooiste verhaal uit de wereldliteratuur? Dat is natuurlijk een enorme gemengde bonte mix geworden. Met de titel Te koop babyschoentjes nooit gedragen. Het zeswoorden gedicht. Oh, het is weg. Het hing hier net nog, het zeswoorden gedicht van Ernest Hemingway, waarmee heel veel begonnen is. Wat ik verder nog wil aankaarten in deze prachtige bundel, bijvoorbeeld het verhaal van Peter Buwalda. We kregen vandaag toevallig net zijn drukproef binnen van zijn nieuwe roman, die dan eindelijk 5 maart gaat uitkomen. Hij koos voor het eerste korte verhaal dat hij las als 18-jarige uit het eerste boek dat hij bezat. Manuscript in een kliniek gevonden van W.F. Hermans uit de bundel Paranoia. En hij schrijft daarover in het voorwoord dat hij bij het verhaal schrijft: zo gruwelijk en eenzaam als dit vroege verhaal van Hermans worden mijn nachtmerries nooit. Adriaan van Dis kwam met Tsjechov, Dame met het hondje, met de volgende woorden, en dat vind ik zelf zo'n hartverwarmend begin: Tsjechov is mijn lijfarts. Hij troost me, hij spreekt me moed in en hij verzoent me met pijn en mislukking. In een sombere periode in mijn leven schreef hij mij 3 maal daags een verhaal voor, liefst zittend in te nemen. Naast mij zit Annelies Verbeke, zelf bekend als schrijver van boeken, maar ook korte verhalen. Jij won voor Halleluja vorig jaar de Biesheuvelprijs. Verder zullen vandaag nog op het podium komen Mensje van Keulen, Marja Pruis, Alex Bogers. En tussendoor wordt voorgelezen door de acteurs Abe Dijkman en Mirjam Stolwijk, die fragmenten zullen kiezen uit de verhalen die de schrijvers hier hebben aangedragen. Annelies, je bent nu vrije schrijver aan de VU. Ja, en een groot. Ik ben ook heel luid water aan het inhieten. Ja. Ja. We moeten ook water drinken. En jij bent een groot pleitbezorger van het korte verhaal. Waarom? Jij noemde jezelf net een patronesse. Ja, nee, zo werd ik eens genoemd in een Vlaams artikel uiteraard. Ja, of de mascotte, dat vond ik al misschien minder vleiend. Maar nee, ik hou gewoon heel veel van korte verhalen als lezer en als auteur. Ik hou ook van verhalenbundels als een geheel, waarin elk verhaal om een reden in die bepaalde bundel staat. Ik schrijf ook in een verhalen met een bundel in mijn gedachten. Jij denkt dan al aan de opbouw van die verhalen, die dan samen weer een ander verhaal vormen bijna. Ja, ik denk dat de verhalenbundel met een overkoepelende thematiek, dat die ervoor zorgt dat je die thematiek dan, ik kies altijd voor 15 verhalen in een bundel, en dat je die thematiek dan vanuit 15 verschillende perspectieven kunt benaderen, dat vind ik. In tijden van groot gelijk vind ik dat eigenlijk een verademing. En dat schenkt mij vrijheid als auteur ook om dat telkens weer te doen. Wat niet betekent dat ik niet van romans hou. Want ik heb zo vaak voor de verhalenbundels gepleit. Dat lijkt alsof ik die romans er dan maar zo'n beetje bij doe. Maar dat is ook niet waar. Maar ik heb wel een ander soort plezier aan het schrijven van verhalenbundels, ja. Je hebt het voorwoord geschreven van deze bundel die bij Podium is verschenen. En daarin verwijs je naar Joost Zwagerman, die in 2005 al zei van ja, de
verhalen zijn eigenlijk een beetje het ondergeschoven kindje, terwijl we dat veel meer naar voren moeten schuiven. En dat had jij zelf ook toen je een verhalenbundel samenstelde met, Sanneke van Hasselt. Dat je altijd een beetje verontschuldigend bent over ja, dat korte verhaal. Het korte verhaal is niet populair, moet het populairder worden, moet het meer gepromoot worden. Wat moeten we met dat korte verhaal? En jij zegt nou juist in dit voorwoord, eigenlijk moeten we daar eens even helemaal mee ophouden. Ja. Ja, ja, omdat natuurlijk als je elke keer, als je het over korte verhalen hebt, begint met te zeggen van ja, het is het genre, hè, het is een ondergeschoven kindje en het wordt vaak gezien als vingeroefeningen op weg naar het grote werk. En, het is ook allemaal niet zo uiteindelijk. Dat is gewoon een manier waarmee we ermee omgaan. Maar ik denk dat als we dat blijven herhalen... Hoe verklaar jij dat? Dat we daar zo over praten. Oh, ik denk dat dat heel geografisch bepaald is ten eerste. Hoe er naar korte verhalen wordt gekeken. Toen Sanneke van Hassel en ik in 2012 naar de stad samenstelden. En echt op zoek gingen naar internationale verhalen. Toen ontdekten wij dat in sommige landen, zoals Japan, eigenlijk het hele Midden-Oosten ook. In Bulgarije, hier in Europa. In Ierland eigenlijk ook. In Turkije, dat het korte verhaal hoger aangeschreven staat of echt een hoge status heeft in vergelijking met hier. En Vlaanderen is nog veel erger dan Nederland op dat gebied. Waar mensen dat veel minder graag schijnen te lezen. Ik denk dat dat een kwestie is van onbekend maakt onbemind. Ik sprak daar 10 jaar geleden over met Remco Kampert. En die zei, ja, al jouw verzuchtingen die had ik in de jaren 50 ook al. En hij heeft toen gepleit voor een tijdschrift, zoals bijvoorbeeld de Groene Amsterdammer, dat daar goed voor geschikt zou zijn, denk ik. Die net als de New Yorker elke week een kort verhaal publiceert van hoog niveau. Dat zou kunnen helpen, denk ik, om dat genre meer op de kaart te zetten. En anderzijds gebeurt het ook wel. Hè? Is het ook omdat wij late instappers zijn? Dat in Amerika gewoon veel eerder is begonnen, als feuilletons in kranten bijvoorbeeld. Ja, maar vroeger werden er eigenlijk meer korte verhalen geschreven dan nu in ons taalgebied. Zeker in Vlaanderen is dat het geval. Ik vrees dat het een commerciële reden heeft in de eerste plaats, dat veel mensen het niet aandurven om een verhalenbundel te schrijven. Dat soms uitgeverijen het ook niet aandurven. En daarom, ik heb dat al eerder geschreven, maar ik vind... dat podium echt een groot applaus verdient om echt al jaren consequent een verhalenbundelreeks te brengen. En dat, zo hoort het eigenlijk ook. Nou, de opkomst van vanavond blijkt ook eigenlijk wel dat het helemaal niet zo erg is met korte verhalen. Ja, dat is zeker zo. Dat er zijn belangstelling mag zien. Er is zeker een publiek voor, ja. En ook de auteurs die gevraagd werden, niemand zei nee. Iedereen kon onmiddellijk een favoriet kort verhaal naar voren schuiven. Jij schrijft in je voorwoord dat wel opvallend is dat... er zo ontzettend veel Amerikaanse verhalen gekozen zijn. Heb je daar een verklaring voor? Ja, dat is natuurlijk heel makkelijk te verklaren. Wij zijn heel Amerikaans beïnvloed en ik word me daar steeds bewuster van. En ik zelf ook. Hè. Ja, ik heb ook Engelse taal en letterkunde gestudeerd zelfs. Dus ik ben heel sterk in die richting altijd beïnvloed geweest. Maar ik ben mij met de jaren wel meer gaan realiseren dat... dat die beïnvloeding wel heel, heel erg uit één kant komt. En ik probeer al jaren te lezen uit alle continenten elk jaar. En er valt overal veel moois te ontdekken. Dus enerzijds vond ik dat wel jammer, dat inderdaad meer dan de helft van ons heeft gekozen voor Amerikaanse verhalen. Anderzijds zitten er daar zeker verhalen tussen die niet mochten ontbreken. Maar ik had graag nog een paar Russen meer en toch minstens één Afrikaans verhaal wat helaas ontbreekt. Ook een Aziatisch verhaal ontbreekt. En ja, dat is wel ergens jammer, maar ook logisch. Hè, in misschien hoe we beïnvloed worden. Om voor een volgende bundel op in te zetten. Ja. Ja. Jij hebt zelf ook gekozen voor een Amerikaans verhaal. Ja, uiteindelijk wel. Ja, nee, dat was dan heel inconsequent. Het gaat zo voorgelezen worden door Mirjam Stolwijk, die zo op het podium kan staan. Het is het verhaal... Goede mensen zijn dun gezaaid. Mm-hmm. Van Flannery O'Connor. Flannery O'Connor, in 1964 overleden. 39 jaar oud. Ja. Auto-immuunziekte. Mm-hmm. Raar verhaal. En een bijtend verhaal. Ja. Maar Flannery O'Connor is hier, gek genoeg, niet zo heel bekend. Ik heb haar ook later
denk een tiental, nee, misschien 20 jaar geleden pas ontdekt. En, maar zij is de auteur over wie de meeste doctoraatsthesissen worden gemaakt in literatuuropleidingen in de Verenigde Staten. En ja, zij is inderdaad zeer jong gestorven. Wie weet wat voor een enorm oeuvre had ze nog kunnen schrijven. Maar het feit dat zij zo jong gestorven is en dat zij altijd wist dat ze jong zou sterven, heeft denk ik bijgedragen aan de intensiteit van haar verhalen. En ja, zeker dat ene verhaal, A Good Man is Hard to Find, moet u allemaal lezen. En nu luisteren. Een stukje eruit. Ze reden weer verder, in de warme namiddag. De grootmoeder deed hazenslaapjes en werd om de paar minuten wakker van haar eigen gesnurk. Even voorbij Toomsboro werd ze weer wakker en begon te vertellen over een oude plantage in deze streek, die ze vroeger als jonge vrouw had bezocht. Ze zei dat het huis 6 witte zuilen aan de voorkant had en een oprijlaan met eiken. Met 2 houten prieeltjes aan de ingang, waar je met je vrijer ging zitten na een wandelingetje in de tuin. Ze herinnerde zich nog precies welke weg hij moest nemen om er te komen. Ze wist dat Bailey niet bereid was zijn tijd te verdoen met het bezichtigen van een oud huis. Maar hoe meer ze erover praatte, hoe meer zin ze kreeg om het weer te zien en te kijken of die 2 prieeltjes er nog waren. Er was een geheim paneel in dat huis, zei ze sluw. Omdat het niet waar was, maar ze wilde dat het zo was. En het verhaal deed de ronde dat al het familiezilver daar werd verborgen toen Sherman door de streek optrok. Maar het is nooit gevonden. Hé, hey, zei John Wesley, laten we gaan kijken. Wij vinden het wel. We gaan in al het houtwerk porren en dan vinden we het. Wie woont daar? Welke afslag moeten we hebben? Hé, hey, pap, kunnen we daar niet afslaan? Wij hebben nog nooit een huis met een geheim paneel gezien, krijste June Star. Laten we naar het huis gaan met het geheime paneel. Hé, hey, pap, mogen we niet naar het huis met het geheime paneel? Het is niet ver meer, ik weet het zeker, zei de grootmoeder. Het is niet meer dan 20 minuten rijden. Bailey keek strak voor zich uit, zijn kaak zo hard als een hoefijzer. Nee, zei hij. De kinderen begonnen te gillen en te schreeuwen dat ze het huis met het geheime paneel wilden zien. John Wesley trapte tegen de achterkant van de voorbank en June Star hing over de schouder van haar moeder en griende wanhopig in haar oor dat ze nooit eens iets leuks deden, zelfs niet op vakantie. Dat ze nooit eens konden doen wat zij wilden. De baby begon te blaren en John Wesley trapte zo hard tegen de voorbank dat zijn vader de schokken tot in zijn nieren voelde. Goed, goed, schreeuwde hij en stopte aan de kant van de weg. Is het nu afgelopen met die herrie? Willen jullie allemaal even je kop houden? Als jullie je kop niet houden, dan gaan we helemaal nergens naartoe. Het zou heel opvoedend voor ze zijn, mompelde de grootmoeder. Goed dan, zei Bailey. Maar één ding, dit is de enige keer dat we voor zoiets stoppen. De enige en de laatste keer. De zandweg die je af moet is een paar kilometer terug, wees de grootmoeder. Ik heb hem onderweg gezien. Een zandweg, kreunde Bailey. Nadat ze omgedraaid waren en in de richting van de zandweg reden, haalde de grootmoeder nog meer herinneringen op aan het huis. Het prachtige raam boven de voordeur en de kroonluchter in de hal. John Wesley zei dat het geheime paneel waarschijnlijk in de haard zat. Je mag in dat huis niet naar binnen, zei Bailey. Je weet niet wie daar nu woont. Als jullie nou met z'n allen de mensen aan de voorkant aan de praat houden, ren ik naar de achterkant en ga via een raam naar binnen, opperde John Wesley. We blijven allemaal in de auto, zei zijn moeder. Ze sloegen de zandweg in en de auto hotste en botste verder in een wolk van roze stof. De grootmoeder sprak over de tijd dat er nog geen verharde wegen waren en 50 kilometer een dagreis was. De zandweg was heuvelig, met plotselinge kuilen en scherpe bochten over gevaarlijke bermen. Het ene moment waren ze op een heuvel en keken mijlenver uit over de blauwe boomkruinen. En het volgende moment waren ze in een rood dal en keken de met stof bedekte bomen op hen neer. Dat huis moet nu wel snel komen, zei Bailey, of ik draai om. De weg lag erbij alsof er in maanden niet over was gereden. We zijn er bijna, zei de grootmoeder. En terwijl ze dat zei, kreeg ze plotseling een afschuwelijke gedachte. De gedachte was zo beschamend dat ze bloosde. En haar ogen sperden zich open en haar voeten schoten omhoog, zodat haar valies in de hoek omviel.
Tegelijk met het omvallen van het valies kwam de krant die ze over de mand eronder had gelegd met een grauw omhoog en Pitty Singh, de kat, sprong op Bailey's schouder. De kinderen werden op de vloer geworpen en hun moeder werd met de baby in haar armen eruit geslingerd en op de grond gesmakt. De oude vrouw werd op de voorbank gesmeten. De auto sloeg eenmaal over de kop en kwam op zijn rechterkant in een greppel langs de weg terecht. Bailey zat nog steeds achter het stuur met de kat, grijs gestreept met een grote witte snoet en een oranje neus, die zich als een rups aan zijn nek vastzoog. Zodra de kinderen wisten dat ze hun armen en benen konden bewegen, klauterden ze uit de auto en schreeuwden: "We hebben een ongeluk gehad!" De grootmoeder lag ineengedoken onder het dashboard en hoopte dat ze gewond was, zodat Bailey's toorn niet meteen over haar zou worden uitgestort. De afschuwelijke gedachte die zij voor het ongeluk had gehad, was dat het huis waaraan zij zulke levendige herinneringen bewaarde niet in Georgia stond, maar in Tennessee. Voor wie graag meer van dit verhaal wil horen, ik was vanmiddag een beetje aan het googlen op Flannery O'Connor, ook geïntrigeerd geraakt door dit verhaal. En op YouTube staat een prachtige, het is wel zacht, maar het is een prachtige opname waarin ze het verhaal zelf voorleest met een echte southern drawl. Het is echt schitterend om te horen. En Sufjan Stevens heeft een song erop gebaseerd, hè? Mm-hmm. The Misfit. Ja. jij schrijft in je voorwoord bij dit verhaal dat het verhaal eerst is vertaald als een goede man is moeilijk te vinden. Ja, ja. Nee, eigenlijk eerst was het mooi vertaald als goede mensen zijn dun gezaaid. En daarna is er een vertaling gekomen als een goede man is moeilijk te vinden. Boah, ja, dan krijg je wel ineens een ander idee van welk boek je gaat lezen. Ja. Maar ik stond er dus op om het de andere deze versie aan te houden. En jij zegt dat bij sommige stukken in het verhaal dat je hart zakt en dat je de tranen voelt opkomen. Kan je daar wat over uitleggen wat jou zo aangrijpt in dit verhaal? Ja, ja, en ik heb het ook elke keer als ik het lees opnieuw, omdat zij zo goed kan spelen met toonwisselingen. En dat is iets wat je moet kunnen. Een toonwissel kan echt als een tang op een varken het hele verhaal verpesten. Maar als je dat goed doet, echt de schokken op het juiste moment legt en dan pas de lezer doet beseffen van ja, dat was eigenlijk wel voorbereid. Dan werkt het wel. En zij doet dat een paar keer na elkaar. Je denkt eerst dat je op een vrolijke familieuitstap bent en ze brengt je echt naar het randje. Ja. Ja. Het zet ook echt de familieverhoudingen op scherp. Hè? Want je denkt inderdaad in het begin dat er een aardige grootmoeder is die best begaan is met haar kind en het gezin van het kind. Maar hoe zij beschrijft alleen al dat zijn vrouw de moeder van zijn kinderen is, maar nooit een naam krijgt. Het is een intens filijne ondertoon. Ja, ja, met dat hele gezin is het is een dysfunctionele familie op een manier. Anderzijds ook een heel herkenbare familie. Toch voor mij. Die grootmoeder is inderdaad iemand die nog heel veel leven in zich heeft en nog heel veel zin heeft om van alles te doen. En anderzijds ook heel duaal is en van wie je kunt afvragen van ja, ze voelt zichzelf echt een ontzettend goed mens, maar is het zo en wat doet ze als ze met haar rug tegen de muur staat? En het einde van het verhaal geeft daar een antwoord. Lezen. Ja. Dus. Mag ik Mensje van Keulen vragen om aan te schuiven? Het eerste verhaal van Mensje stond in 1969 in het Hollands Maandblad. En in 2009 werden haar verhalen gebundeld onder de titel Een Goed Verhaal. Ze won de Annie Romeinprijs en de Constantijn Huygenprijs voor haar oeuvre. En ik las ergens de typische Mensje van Keulen verbeelding geeft er stevast een verrassende lading of een onverwachte wending aan. Doe maar. Welkom, Mensje. Doe maar. Het is de bedoeling dat wij een beetje gaan discussiëren over het verhaal in deze tijden van Netflixering, zoals ik dat las. We hebben een korte aandachtspanne. Mensen krijgen een steeds kortere aandachtspanne. We willen televisieseries kijken. Is het verhaal nou juist een heel goed medium om ons tussen de series te verpozen? Een lekker kort verhaal tussendoor. Hoe sta jij daar tegenover? Ja, het is een beetje een wonderlijke vergelijking.
Want als je naar Netflix kijkt, dan kijk je juist bij uitstek weer naar series. Mm-hmm. En een serie heeft 6 tot 20 afleveringen. Als je aan The Crown denkt, bijvoorbeeld. En dan zou je weer zeggen, lijkt het op een feuilleton. Dus dan heb je weer een roman, in feite, hè, in lengte. Ja. Ik hoorde net al zeggen, in Nederland en België helemaal is het niet zo populair geweest, het korte verhaal. Maar ik vond zelfs in de jaren 70 dat het iets meer in de belangstelling stond. En er waren ook literaire tijdschriften waarin veel mensen konden debuteren met een kort verhaal. Dat is natuurlijk behoorlijk weggevallen. En die werden ook helemaal niet veel slechter verkocht dan romans. Maar hoe denk jij dat dat komt dan? Wat is er met literatuur sowieso aan de hand? Waarom ontlezen mensen? Dan laten we daar een hele week voor uittrekken. Ja, maar als dan de ontlezing is, dan zou je dus kunnen zeggen het korte verhaal. Het is wel waar. Juist een handiger medium, want mensen hebben niet zoveel tijd. Ja, dat is zo. Maar ik dacht zelf ook, je kunt een kort verhaal hebben wat heel erg saai is. En een roman die dik is en die je toch niet weg kan leggen. Ja. Dus het is heel moeilijk te zeggen. Het ligt toch aan, hoe hou je iemand vast? Hoe hou je een lezer vast? Ik heb ook wel eens korte verhalen gelezen waar ik erg van houd. Ik vond het ook heel moeilijk om te zeggen welk verhaal ik voor deze mooie bundel wilde uitkiezen. Ja, dan soms denk ik, dit verhaal duurt 14 bladzijden. Ik heb nu tijd voor 6 bladzijden, neem ik dat. Dat bestaat natuurlijk wel. Maar dat doet niet af aan het feit dat als je een roman leest, dat je wilt doorlezen of dat je de boekenlegger ertussen doet en bouwt dat je weer verder komt. Ja. Dus ik vind niet het verschil erg groot. Je kan ook niet zeggen van er zijn echt regels voor. Ik heb wel eens gezegd van bij een kort verhaal moet je direct al de spanning oproepen en is alles veel bondiger en moet je binnen een kort tijdbestek iets doen. Maar dat is een persoonlijke smaak. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld dat je in een kort verhaal niet moet doen van 4 maanden geleden dit en dat en gisteren zei ze, dan is het handiger of mooier of spannender wanneer je een verteller neemt die wel kan zeggen dat iemand anders 4 maanden geleden zoiets deed, bijvoorbeeld. Maar niet op die prozaïsche manier. Dus, ik geef nu heel lang antwoord, maar als ik in een roman werk en ik krijg vanuit het niet zomaar een inval of een idee of een detail, dan weet ik al, dit is niet voor dit boek, dan kan ik later in een kort verhaal iets mee doen. Dus er is wel een verschil. En er zijn ook, dus je hebt er ook echt romanschrijvers en korte verhalenschrijvers, die zijn er ook. Hè? Kan het ook zijn dat korte verhalen soms moeilijker te lezen zijn? Of, ik merk bij mezelf, ik lees graag hele dikke romans en ben dan vaak huiveriger voor een kort verhaal, omdat ik dan telkens weer even heel kort in een ander leven moet stappen. Maar dat kan ook juist heel prettig zijn, want het aardige aan een kort verhaal is dat je het beste is wanneer je aan het eind even niet op adem komt. En dan even echt moet wachten voor je aan het volgende durf te beginnen. Ja. Moet je je trainen om korte verhalen te lezen? Virginia Woolf zegt van, je moet je leesvermogen moet je aanscherpen. Er zijn lesboeken geschreven over hoe lees je een verhaal. Lieden bij de Paris schreef dat vorig jaar. Moet je je daarin bekwamen? Krijg je daar nog meer smaak voor? Lees dit boek. Als je dit boek leest, dan kom je van. Dan train je. Ik zou nog iets doen trouwens, maar dat komt zo. Sorry. Ik wou gewoon zeggen dat hoe vaker je een bepaald genre leest, hoe meer je daar wel in getraind wordt. Dat klopt. Ik denk dat een kort verhaal wel een grotere bereidheid van de lezer vraagt om zomaar in iemands leven mee te stappen. Zonder dat je ingewerkt wordt, zonder dat je biografische gegevens krijgt. En in die zin vraagt dat een grotere bereidheid om even alles over te geven aan het verhaal. Maar dat geldt natuurlijk voor poëzie ook. En ik denk dat een deel van de moeilijkheden rond de aantrekkelijkheid van korte verhalen er ook in schuilt, dat het moeilijk te zeggen is, wat is precies een kort verhaal? Ooit werden er daar regels over opgesteld, over de lengte bijvoorbeeld. Hè. Dan had een Amerikaans tijdschrift gezegd 1000 tot 10.000 woorden, dat is een kort verhaal. Maar ook in de Verenigde Staten zelf zijn er ontzettend veel verhalen die daarvan afwijken.
Dus ja, dat kan gaan van een zitcafé tot een novelle in feite. En, ja, genres zijn ook maar conventies die wij hebben bedacht. Hierin komt ook een verhaal voor van 60 bladzijden. Ja, ja. Het is niet één op één. Mensje, jij hebt gekozen voor een verhaal van Edgar Allan Poe. Als 12-jarige al gelezen, ja, je hebt hem bij je, toch? Oh, laat hem niet vallen. Ik zal hem zo verbergen, hoor. Hij ligt al lang in zijn graf. Dus, ja, je zei, je schrijft in het voorwoord bij dat verhaal dat je toen eigenlijk als 12-jarige al echt de horror van dat verhaal hebt ervaren. 180 jaar geleden geschreven. Ja. We gaan het zo ook weer horen van Mirjam Stolwijk. Mag ik je uitnodigen? Het begin, hè? Alleen. Het is het begin. Ja. Het is waar. Nerveus was ik. Verschrikkelijk, verschrikkelijk nerveus. En ik ben het nog. Maar waarom zegt u toch steeds dat ik krankzinnig ben? De aandoening had mijn zintuigen juist verscherpt. Niet afgestompt of vernietigd. Vooral mijn gehoor was buitengewoon. Alles hoorde ik. Alles in de hemel en op aarde. En ook heel veel in de hel. Hoe kan ik dan krankzinnig zijn? Luistert u maar hoe bedaard en kalm ik het hele verhaal kan vertellen. Ik kan onmogelijk zeggen hoe het voor het eerst bij me was opgekomen, maar toen het idee eenmaal had postgevat, liet het me geen ogenblik meer met rust. Een reden had ik niet. Haat voelde ik niet. Ik mocht de oude man. Hij had me nooit iets misdaan. Hij had me nooit beledigd. Zijn rijkdom begeerde ik niet. Ik denk dat het zijn oog was. Ja, het was zijn oog. Hij had een gierenoog. Een bleekblauw oog. Waar een waas overheen lag. En wanneer het oog zich op mij vestigde, stolde het bloed in mijn aderen. En langzaam maar zeker begon in mij het besluit te rijpen de oude man te doden. Om zo voor altijd van dat oog verlost te zijn. En nu komt het belangrijkste. U denkt dat ik gek ben. Gekken kunnen niets. Maar u had mij moeten zien. U had moeten zien hoe verstandig, met welke voorzichtigheid, met welke vooruitziende blik ik te werk ging. En hoe ik mijn bedoeling ontveinsde. Nooit was ik vriendelijker geweest voor de oude man als in die week voor ik hem ter dood bracht. En elke nacht, rond 12 uur... draaide ik de knop van zijn kamerdeur om en opende die. Oh, zo zachtjes. En dan, wanneer de opening breed genoeg was voor mijn hoofd, dan stak ik mijn arm naar binnen met een afgeschermde lantaarn. Helemaal dicht, zodat er geen licht kon ontsnappen. En daarna stak ik mijn hoofd naar binnen. Oh, u zou gelachen hebben als u gezien had hoe sluw ik mijn hoofd naar binnen stak. Ik bewoog het heel langzaam, heel, heel langzaam. Zodat ik de oude man niet wakker zou maken. Het kostte me een uur om mijn hele hoofd zo ver in de deuropening te krijgen dat ik de oude man in bed kon zien liggen. Ha! Zou een gek zo verstandig hebben kunnen zijn? En wanneer mijn hoofd dan helemaal in de kamer was, opende ik de lantaarn. Voorzichtig. Heel, heel voorzichtig. Want de scharnieren knarsten. Juist ver genoeg om één enkel straaltje licht op het gierenoog te laten vallen. En dan deed ik, en dat deed ik. 7 lange nachten. Elke nacht, precies om 12 uur. Maar het oog was altijd gesloten. En dus kon ik mijn werk niet doen. Want het was niet de oude man die mij tergde, het was zijn boze oog. En elke morgen als de dag aanbrak, liep ik heel vrijmoedig zijn kamer binnen en praatte onbevreesd tegen hem. Ik noemde hem hartelijk bij zijn naam en ik vroeg of hij goed geslapen had. U ziet dus dat hij wel een bijzonder schrandere oude man geweest had. Moeten zijn om te vermoeden dat ik elke nacht precies om 12 uur naar hem kwam kijken terwijl hij sliep. Op de 8e nacht deed ik nog voorzichtiger dan anders de deur open. De grote wijzer van een klok beweegt zich nog sneller dan ik toen deed. Nog nooit tevoren had ik werkelijk gevoeld
hoe machtig ik was en hoe sluw. Ik kon mijn zegevierende trots nauwelijks bedwingen. Te bedenken dat ik daar zijn deur opendeed, beetje bij beetje. En dat hij niet het geringste besef had van wat ik in het geheim allemaal uitspookte en uitbroedde. Ik moest werkelijk lachen bij het idee. En misschien hoorde hij me, want plotseling bewoog hij zich in bed. Alsof hij wakker schrok. Nu denkt u misschien dat ik mij terugtrok, maar nee. In zijn kamer was het aardedonker, zonder één straaltje licht. Want de oude man hield de luiken potdicht uit angst voor inbrekers. En dus wist ik dat hij de deuropening niet zou kunnen zien. En langzaam, heel langzaam, duwde ik de deur verder open. Mijn hoofd stak nu naar binnen en ik wilde de lantaarn openmaken, maar mijn duim gleed van het tinnen grendeltje af. Met een schok kwam de oude man overeind in bed en riep: "Wie is daar?" Ik hield me doodstil en zei niets. Een heel uur lang verroerde ik me niet. En al die tijd hoorde ik niet dat hij weer ging liggen. Hij zat nog steeds rechtop in bed te luisteren. Net als ik gedaan had. Elke nacht weer. Luisteren naar de doodsklappertjes. Nu hoorde ik een zacht gesteun. En ik wist dat hij steunde in doodsangst. Mensen, je zei dat je getwijfeld had welk verhaal je zou kiezen. Waarom is het dit geworden? Nou, er zijn zoveel mooie verhalen, dus dat was een heel lastige vraag. En toen dacht ik, nou, ik ga inderdaad gewoon helemaal terug naar het eerste verhaal dat erin hakte. Er was nou, veel mensen toen en ook nu nog wel, waren niet zo vreselijk veel boeken in huis. Mijn vader las veel detectives met van die nylons en revolvers op de kaft. En dit stond er ook tussen. En toen ik dit dus las, er bestaat suspense, maar dit raakte aan iets wat verder ging. Toch aan doodsangst, aan je fantasie, aan alles wat je kon voorstellen. Ik kon me heel goed voorstellen, en nog als ik het weer lees en hoe het ook eindigt, hè, dat de politie binnenkomt, dat die man in stukken hakt onder de vloer en dat hij dan heel rustig met de politie, want hij heeft allemaal keurig opgeruimd. Hij is niet gek. De tijl had alles opgevangen. Niks te zien. Maar dat hij dan toch aan het eind last van zijn geweten krijgt. Nou, dat hart daaronder die vloer steeds harder. Dat spreekt zo tot je verbeelding. En als ik het herlees, ja, nu moet ik ook wel een beetje om lachen. Want als je de vergelijking maakt met dat je je hoofd nog langzaam aan een grote wijzer om de deur kan steken. Dat is, ja. Ik vind het sowieso bij Poe. Ik ben later veel meer gaan lezen. Ja. Heb ook zijn huisjes gezien in Amerika. Heb aan zijn graf gestaan. Heleboel verkeer, maar ik dacht alsmaar aan dat hart ook. Zo. Dus of hij daar lacht is nog maar de vraag. Want ja, frenologieën, alles werd altijd op hersens uitgevoerd. En bovendien was hij erg bang om levend begraven te worden. Dus. Maar het gaat verder dan zomaar horror. Of misschien is hij ook wel de grondlegger ervan. Werd ook niet oud in 39, 40. Ja. En heeft hij jouw schrijven ook beïnvloed? Ik hield ook van Roald Dahl. En ik houd ook, ja god, er staan meer mensen in Tsjechov, ook Flannery O'Connor. En veel van die zuidelijke statenschrijvers, wie Poe ook was natuurlijk. Die spreken inderdaad toch tot verbeelding. Ik weet niet waardoor dat komt. Het heeft iets mysterieus daar. Ja. En jij zei net, van als je dan aan het schrijven bent en je werkt aan een roman, kan jou zo ineens het idee invallen waarvan je weet, dit is niet iets wat ik in de roman kan gebruiken, maar dat wordt een verhaal. Hoe sla jij dat op? Of ga je dan tussendoor een verhaal schrijven? Of, nee, ik werk aan één ding, maar ik noteer het er achterin het schrift. Het staat allemaal honderden, duizenden door de jaren notities. En soms dan blijft het hangen, dan weet je het nog, maar soms dan kijk je, denk je, oh ja, dat detail, daar wil ik iets mee doen. Bijvoorbeeld, een keer schoot me te binnen dat, oh, een keurige heer kan, ik liep door de Beethovenstraat, die kan nou ineens een portemonneetje vinden, zo onder de fietsen daar. En wat kan er dan gebeuren? Nou, dat kon ik niet met de roman die ik op dat moment aan het schrijven was. Dus dan later, dan ga je daar iets mee doen met die heer, die gaat naar zijn oude moeder en die
Die vindt dan het portemonneetje en er zit een adres in. En dan gaat hij naar dat adres in een wijk waar hij nog nooit geweest is. En dan komt hij boven. Dan zit er een vrouw met sokjes aan die zit ondertiteling van porno te doen. En dan, wat moet die man daar? Nou, zo kan een heel klein een detail kan je verder helpen. En misschien komt dat toch ook weer door Poe die zo waanzinnige fantasie had. Want wat hij doet, ja, het is op een misdadige af. Maar ik zie ook, toen ik meer las, zag ik ook de humor die hij ook wel heeft. Ja, het is, bedoel, wat hij allemaal niet doet. Iemand wordt onthoofd door een brughek. Er is iemand die als hondenvoer wordt gebruikt. Er wordt nog een man opgegeten. Het gaat maar door. Het is niet dat ik alleen maar van vrede verhalen hou. Jij noemt nu humor, Annelies. Maar in jouw verhaal zit natuurlijk ook, terwijl het ook heel vreed is, ook weer veel humor verpakt. Zijn jullie daar heel bewust mee bezig? Hoe je er humor in kan brengen als verlichting? Nou, bewust. Dus. Ja, ik denk dat dat gewoon te maken heeft met een manier waarop je naar het leven kijkt. En, nee, ik denk dat dat ook niet zo'n goed idee is om op voorhand te denken van ik zal nog iets grappig zijn. Ja. Ik heb laatst voor, dat was een serie Amsterdam Noir. Dat was al Brussel Noir, Paris Noir. Ja, je kent. Oh, je kent het. Ik ken de serie. Ja. En toen was ook het verzoek om een horrorverhaal te schrijven zonder humor. En dat is heel lastig. Ja, waarom is dat lastig? Ja, dat is lastig. Ja, en ik dacht, hoe pak ik dat nou aan? Ja. Ja, en hoe heb je dat aangepakt? Nou, je moest een wijk kiezen in Amsterdam. En ik dacht, ook neem Duivelseiland. Heel veel mensen weten niet dat die wijk bestaat. Een kleine wijk, hè? Daar bij het vlakbij, hoe heet het? Vlakbij het Museumplein in de buurt. Zo'n kleine wijk dat ooit een beetje een eiland was. En dat heette zo al heel lang. En toen dacht ik, doe ik iets met de duivel. En de duivel is een hele, kan een hele charmante figuur zijn, maar dat kun je als heel ernstig lezen. Maar je kunt ook, ja, god, daar komt hij aan en hij zegt dat hij de lucht van een lucifer om de zwavel lekkerder vindt dan een aansteker. Ja, vind ik wel grappig. Maar dat kan je ook als iets ernstig zien. Dus ze hebben niet gezegd dat het eruit moest. Oh. Annelies, jij noemde net al de lengte van de verhalen. We tipten net al aan de ZKV, de zeer korte verhalen. We hebben in de zaal Aal Snijders. Snijders, een van de exponenten van het zeer korte verhaal. Ze doen het meer. Voor vanavond was hier aangekondigd Thomas Heerma van Vos, maar die is helaas, heeft hij af moeten zeggen vanwege griep. Maar we hebben in Abe een fantastische vertolker gevonden van de zeer korte verhalen uit deze bundel. Er zijn twee korte verhalen van Lydia Davis opgenomen. Eén gekozen door Bart Moejaerts en de ander door Saskia de Koster. Lydia Davis geldt een beetje als de first lady van het ZKV. En Bart Moejaerts zegt over het gedicht De Moeder: daarin zit alleen al een hele roman. En Saskia de Koster zegt over dokterstitel: na dit verhaal wil ik het liefst als een egel in een bolletje rollen. De moeder. Het meisje schreef een verhaal. Maar hoeveel beter zou het zijn als je een roman schreef, zei haar moeder. Het meisje bouwde een poppenhuis. Maar hoeveel beter zou het zijn als het een echt huis was, zei haar moeder. Het meisje maakte een kussentje voor haar vader. Maar zou een sprei niet praktischer zijn, zei haar moeder. Het meisje groef een klein gat in de tuin. Maar hoeveel beter zou het zijn als je een groot gat groef, zei haar moeder. Het meisje groef een groot gat en ging erin slapen. Maar hoeveel beter zou het zijn als je voor altijd sliep, zei haar moeder. Dokterstitel. Al die jaren dacht ik dat ik een dokterstitel had. Maar ik heb geen dokterstitel. Mag ik Marja Pruijs en Alex Bogers vragen om aan te schuiven? Dankjewel, mensen. Dankjewel. Mag je niet blijven staan? Jij mag blijven. Welkom. Ik wou aan jullie de vraag stellen: wat maakt een kort verhaal tot een goed kort verhaal? Meteen de hamvraag. Marja. Ik denk dat in een kort verhaal, en dat is misschien ook wat het meteen onderscheidt van een roman,
dat je meteen het idee moet hebben dat er iets op het spel staat. En dat er iets in luttele bladzijden opgelost moet worden. En als je dat gevoel hebt en dat je ook meteen wilt doorlezen, dan denk ik dat je een goed verhaal te pakken hebt. Alex? Ja, dat is eigenlijk wel een punt. Maar dat je... Dan denk ik even aan het verhaal dat ik dan zelf heb gekozen voor de bundel. Dat er niet in staat trouwens. En is dat op het moment dat je begint te lezen, dat je voelt dat je meteen ergens naartoe gaat. En dat je, zoals Marja zegt, wilt doorlezen, maar dat je dat er altijd iets blijft zinderen waardoor je ook doorleest. Er worden niet heel veel lijnen uitgegooid. Het gaat alleen maar om dat ene. En daar wil je naartoe. En dat kan steeds iets anders zijn. In het geval van het verhaal dat ik dan... Dat is het dat onheimische wat ik Laten we het even noemen. Het is wel zo makkelijk. Ja, het staat er niet in. Het is A Perfect Day for Banana Fish van J.D. Salinger. Ja. Waarom staat het er niet in? We hebben het een beetje aangekondigd als het verboden verhaal. Ja, dat hoorde ik allemaal achteraf. Maar mij was gevraagd om wat voor kort verhaal vind ik nou heel mooi. En ik vind een Perfect Day for Banana Fish van Salinger vind ik echt prachtig. Omdat, ik weet niet wie het kent, maar wie het niet kent wil niets verklappen. Misschien kan je het even kort toelichten. Ja, het gaat over een... Ja, is heel lastig. Het gaat over een man, Seymour Glass, die draagt iets mee. Dat wordt niet meteen... Het wordt wel duidelijk als je het oeuvre kent van Salinger, maar als je dit verhaal alleen maar kent, dan weet je dat niet. En eigenlijk, hij is daar met zijn vrouw in een hotel. Het blijkt, ze zijn nog niet zo heel lang getrouwd. En dan zit hij in dat hotel. Je leest eigenlijk een dialoog tussen de vrouw, tussen zijn echtgenoot en haar moeder. En dan merk je meteen al dat er iets onheilspellends aan de gang is. Want haar moeder vraagt steeds naar hem. Van, heeft hij weer rare dingen gedaan met het rijden op weg naar het hotel? Dan zegt ze, nee moeder, dat heeft hij niet gedaan. Dus je denkt meteen al, er is iets mis met deze man. Nou, uiteindelijk verschuift het perspectief zich en dan ben je bij die man. En die man die is op het strand en die heeft dan een ontmoeting met een klein meisje. En dat is ook zo'n ontzettende, rare, onheimische ontmoeting. Dat je denkt, er gaat iets gebeuren. Elke keer denk je dat er iets staat te gebeuren. En dat beweegt langzaam, maar zeker. En toch beweegt dat naar het einde. En pas op de laatste zin is daar dan die ontknoping. En dat is heel knap. Dus dat is eigenlijk een heel uitgebreid antwoord om te zeggen dat wat Marja zegt. Daar zit het dus in de opbouw heel erg. Ik vind dat ook een fantastisch verhaal. Ja. En nu jij dat zo weer vertelt, denk ik, dat gebeurt. Er zit zo'n intensiteit in dat verhaal. En ik vraag me dan ook af, het is ook misschien wel een intensiteit die je als romanschrijver niet eens kunt volhouden. Nee, of misschien kun je het als lezer niet volhouden om een hele roman lezen. Ja. Ja. Nou, ik heb niet heel veel kort, dus ik zou het niet eens weten. Maar waarom staat het er nu niet in? Gewoon een voorschotje op? Ja. We zitten aan een heel straks, dus ik mag pas antwoord geven. Oh, okay. Je hebt toestemming. Ja, oké. Tijdens het leven van Salinger bewaakt hij iedereen die iets weet van het werk van Salinger en van de persoon. Weet dat hij ontzettend zijn werk bewaakte. En dat hij nooit wilde dat zomaar ergens verscheen. Mm-hmm. En hij is inmiddels al een tijdje dood. En ik dacht, toen mij was gevraagd van welk verhaal vind jij nu goed, welk kort verhaal vind jij nu goed. Dacht ik dat het niet zo'n heel bezwaarlijk zou zijn, dat het niet echt een groot probleem zou zijn. Maar de erven Salinger, die bewaken zijn nalatenschap bijzonder streng. En het mag dus niet zomaar in een willekeurige bloemlezing in een klein land, in een zeer klein taalgebied worden opgenomen. Ja. Dus iedereen die het niet kent, dat kan ik me bijna niet voorstellen, maar iedereen die het niet kent, die moet dan het korte, bondige oeuvre van Salinger gaan ontdekken. Dat moet je dan ook echt doen. Nine Stories. Het staat in Nine Stories. Het is het openingsverhaal van Nine Stories. En daar staan 9 verhalen in. Annelies,
de opbouw. Ben jij daar ook heel bewust mee bezig als je schrijft? Ja, uiteindelijk wel, maar in feite bij korte verhalen minder wat mij betreft dan bij romans. Ik heb het gevoel dat ik mij meer moet overleveren aan een kort verhaal en dat ik het verhaal moet volgen meer dan dat het verhaal mij volgt. In tegenstelling tot romans, daar voel ik, als ik een roman schrijf, voel ik mij vaak zo'n soort uitgeputte herder die daar elke keer weer al die schapen op dezelfde wei staat te jagen, want dat is nu eenmaal de weg die ik ingeslagen ben. Bij korte verhalen is het eigenlijk een veel prettigere manier van schrijven, vind ik. Ten eerste dus omdat het verhaal meer kiest wat het wil zijn en ik volg en ergens zelf ook verbaasd ben. En dan anderzijds ga ik wel heel erg nadenken over hoe die bundel er moet uitzien. Mm-hmm. Soms laat ik personages terugkeren, soms let ik heel sterk op hoe ik, inderdaad, waar ik de verhalen plaats en dat er spiegelverhalen in zitten en zo. Dus, Maar is het intuïtiever schrijven? Ja, voor mij wel, ja. Korte verhalen verrassen mij meer. Romans zijn meer gepland, alhoewel ik daar ook... Ik ben niet zo'n schrijver die aan om te even welk hoofdstuk dan kan beginnen, dat helemaal niet. Maar ik moet bijvoorbeeld weten wat mijn einde gaat zijn als ik een roman schrijf. En dan heb ik een kader en dan kan ik daar 2 jaar mijzelf in verliezen en wanhopig worden. Terwijl een kort verhaal is... daar geef ik mij aan over. Het is ook natuurlijk een kortere tijdspanne. Stel dat het een vergissing was, dan schrijf je een ander verhaal. En jij, Alex? Intuïtiever? Ja, ik denk eigenlijk hetzelfde, alleen dan ook over romans. Dus dan als het niet lukt, schrijf een andere roman. maar ik heb niet zo heel veel kort verhalen geschreven, als ik heel eerlijk ben. Ik vind eigenlijk dat als je, toen ik begon met schrijven, niet zozeer met publiceren, maar met schrijven, dan schrijf je stukjes, fragmenten, slechte poëzie, slechte korte verhalen. En dan vind je dat zelf geniaal. En dan denk je dat een roman iets onhaalbaars is. Iets wat je nooit zult schrijven. Zo'n groot verhaal. Althans, zo voelde ik dat. Toen ik op school met Nederlands die boekenlijsten zag en we hadden dan over die boeken en die boeken werden behandeld, dan dacht ik, zoiets... En ik wilde toen ook niet... Ik was ook niet bezig met literatuur op die manier. Maar het was voor mij compleet onhaalbaar, zoiets. Om dat te denken alleen al. Nu schrijf ik die boeken. En nu denk ik, Maar nee, helemaal niet. Maar het is wel zo dat alles wat juist korter is, korte verhalen en poëzie, daar ligt voor mij dan... Niet dat het, ik wil de roman niet terzijde schrijven, maar daar ligt dan voor mij ineens echt een moeilijkheidsgraad. En de magie wanneer het echt gelukt is. En niet alleen bij mij, want ik schrijf heel weinig, omdat ik waag mij er niet zo aan. Maar bij andere schrijvers, dus als ik zie dat gelukt is, dan vind ik dat heel bijzonder, een hoge kunstvorm. Ja, dus jij zegt eigenlijk, van het schrijven van een heel goed kort verhaal is bijna moeilijker dan die roman voor jou. Nou ja... Ik spreek nu alleen voor mezelf, omdat ik vind het heel moeilijk. Dus ik vind... Het lijkt mij heel moeilijk om een kort verhaal zo... Net zoals we hadden het dan net even over dat werk van Salinger. Omdat zo dat je daarmee begint en geen woord staat te ver. In een roman kun je nog discussiëren over van... dat boek dat heeft heel goed verkocht, maar het had eigenlijk ook al een derde minder gekund. Weet je? Ja. Dus en dan toch, niemand klaagt er verder over. Dat kan, de schrijver kan veel te veel woorden hebben gebruikt, maar het blijft nog steeds overeind staan. Ja. Maar met zo'n kort verhaal staat bijna geen woord te veel. Alles is precies zoals het hoort te staan. Dat vind ik bijzonder knap. Ja. Maar dat is dus zo grappig, dat heel veel mensen toch aankijken tegen dat korte verhaal als... Het verhaal van iemand die nog niet een roman kan schrijven. Nou, ja, daar ben ik... Ja, net toen een mens hier ook zat en was met... had het ook over, en met Annelies, over de Amerikaanse fictie. Dat ik ben niet zo thuis in deze... Maar wat in Amerikaanse literatuur wordt er heel anders naar het korte verhaal, naar de short story gekeken. Hier in Nederland heb ik het idee dat als je mee wilt tellen, niet zozeer in het letterenlandschap, maar bij de uitgevers, dan zeggen ze al heel snel, kom maar met een roman. Want dan weten we of je echt kunt schrijven, zeg maar. En met een roman kunnen ze ook meer, want een roman wordt sneller gelezen, beter verkocht. Maar dat is
in Amerika helemaal niet zo. Weet je wel? En daar heb je ook altijd van die grote magazines, van die grote tijdschriften, zoals New Yorker, Esquire, waar al die verhalen dan in staan en waar grote schrijvers uit voort zijn gekomen. Die, nou, hebben ze zichzelf in leven kunnen houden. Door die short stories ook. En heel belangrijk. Dus het, misschien, ik weet niet of het iets van Nederland, dat weten we allemaal niet. Maar het lijkt mij dat het meer iets is van hier dan dat er in andere landen op die manier naar wordt. In elk geval in Amerika naar gekeken wordt. Daar is het wel echt een kunstvorm, hoor. Daar telt het echt wel mee. En ja, in dat... Amerika kan je er volgens mij ook speciaal voor opgeleid worden bijna. Toch is het echt een skill. Ja, ja, nou, ik weet niet of je dat weet, maar dat, ik vind het daar ook echt een skill. Ja. Weet je, dus skill. Ja. Maar dat is echt zo. Ja. Dus nee, ik kijk er huishoog tegenop en heb er mateloze bewondering voor mensen die daar echt enorm goed in zijn. Het is jammer dat Thomas er niet is trouwens, want een van de jongere schrijvers waarvan ik vind, of van wie ik vind dat die... dat hij dat heel goed kan. Ja. Marja heeft een fragment gekozen van Rob van Essen. Dit is wat ik je beloof, een verhaal van Rob van Essen. Jij noemt hem de beste van de internationale literatuur. Mm-hmm. Ja, ik dacht het is heel flauw om te zeggen de beste van de nationale literatuur. Ik vind dat hij zich als verhalenschrijver echt kan meten met wie dan ook. Ik vind hem echt een fantastische... schrijver sowieso, maar zijn verhalen, daar excelleert hij in. Ja. Abe, wil je een fragment voorlezen? Nog voor de avond viel kwamen ze met z'n vieren binnen. Ze hadden van de verpleging blijkbaar mijn naam gekregen en noemden me Lootje, alsof ze me al jaren kenden. Ik heet Lodewijk en de meeste mensen noemen me Lo. Ze stonden op een rijtje naast mijn bed, sleepten met stoelen, gingen zitten, stonden weer op, wisselden van plek. Ze klonken hees. Ze hadden de schorre stemmen van studenten die op de sociëteit nachtenlang boven het lawaai uitstaan te schreeuwen. Jenny, Willemijn, Valerie en Dominique. Eén voor één schudden ze me de hand. Ze hadden zich gewassen na het roeien. Ze waren schoner en lichter en roken anders. Naar shampoo, deo en zeep. Jenny, Willemijn en Valerie studeerden rechten. Dominique deed medicijnen. Ze hadden een grote fles vers geperst vruchtensap voor me meegenomen. Donkerrood was het. Ze moesten een beetje lachen toen ik vertelde dat ik literatuurwetenschap studeerde en bijverdiende als barkeeper in de gamebar. Dat café kennen ze wel. Ze hadden er tenminste wel eens van gehoord. Dat was dat café waar al die nerds avondenlang zaten te schaken en te dammen als ze geen kolonisten van Catan of Dungeons & Dragons speelden of hoe al die spelletjes ook mochten heten. Ik lag bij het raam. Ze vingen het licht van de namiddag. Ik keek naar ze. Jenny, klein en pezig, jongensachtig, met bolle, bleke vissenogen en sluik zwart haar. Willemijn, rossig blond, blauwe ogen, glimlachend. Valerie, grijze ogen, gebleekt haar, fors en slordig, met de meeste tekst en de meeste spot. En tot slot Dominique, de grootste en de mooiste, met donkere krullen en groene ogen. De sproeten die ik boven me had gezien waren van haar. Het kostte me moeite om niet de hele tijd naar Dominique te staren, want ze was adembenemend. Haar schoonheid was niet afstandelijk, maar vlakbij, onder handbereik. En ze ging er op een bijna achterloze manier mee om, alsof het iets was wat ze zonder nadenken uit de kast had gehaald en aangetrokken. Omdat ze medicijnen deed, woelde ze even door mijn haren om te kijken of ze geen barst over het hoofd hadden gezien. Daarna klopte ze op het gips en vroeg ze of ik mijn vingers wilde strekken. Ik keek naar haar en strekte mijn vingers. Ik heb geen idee hoor, zei ze vrolijk. Maar wij zijn blij dat je er zo goed vanaf bent gekomen. Jezus, wat maakte jij een smak, zeg. Ik ving een flart op van haar geur. En die geur kende ik. Die had ik geroken toen ik op de grond lag. Dominique was de enige die nog net zo rook als vanmiddag. Alsof ze geen tijd had gehad om te douchen. Lang nadat ze als een zwerm drukke vogels de kamer hadden verlaten. Dag Lootje, beterschap, we komen vast wel een keer langs in de gamebar. Zag ik nog steeds hun gezichten voor me. Ik wist hun namen nog en welke naam bij welk gezicht hoorde. Ik voelde de plekken waar Dominique me had aangeraakt. Ze was als laatste de kamer uitgegaan en had heel even met haar ogen samengeknepen. Alsof ze me gerust wilde stellen. Alsof we elkaar terug zouden zien. Ik ging naar huis met mijn arm in het gips. Ik leerde me met één arm aankleden en wassen. Ik bezocht colleges en werkgroepen en toen het gips eraf was, ging ik weer aan het werk in de gamebar. Ik had met mijn gipsarm al een paar keer aan de andere kant van de bar gezeten en de stamgasten kenden het verhaal.
Vier roeisters die me over de kop hadden zien slaan en een wal waren gekomen om zich over me te ontfermen. Nou. Ze sloegen me niet op de schouder, daar deden ze niet zo aan, maar ze vonden het wel een mooi verhaal. De eerste die langskwam was Jenny. Klein en pezig, jongensachtig, met bolle, bleke vissenogen en sluikzwart haar. Ze liep naar binnen en ging aan de bar zitten. Ken je me nog? Ja, natuurlijk ken ik haar nog. Al had ik de afgelopen weken vooral aan Dominique gedacht. Hier werk je dus. Ze keek rond en ik keek met haar mee. Het was niet druk. Hier en daar zaten wat jongens te schaken of te kaarten. Alles was van kaal hout, de vloer, de wanden, de tafels en de stoelen. Er was geen muziek en de rook hing bewegingloos tussen de lampen. Ik werkte er graag. Er kwamen voornamelijk jongens tussen de 20 en de 40, stevige jongens met overgewicht en ringbaardjes en t-shirts met opdruk. Ze waren aardig en zorgden nooit voor problemen. Soms vertrokken ze voor een dag naar de bossen bij Zeist of Apeldoorn om mee te doen met grote rollenspellen waarbij ze kostuums van fantasiewezens droegen. Er komen hier zeker weinig vrouwen, vroeg Jenny glimlachend. Ze legde haar elleboog op de bar en drukte haar bovenlijf naar voren alsof ze op het punt stond een intiem gesprek met me te beginnen. Ze droeg een dunne grijze trui. Ik vroeg wat ze wilde drinken. Een biertje? Zei ze met een vraagteken. Ik tapte een biertje voor haar. Ze bleef hangen, vroeg hoe het ging, vertelde over de roeiclub. Toen iedereen weg was, hielp ze een beetje met opruimen. Ze pakte me vast en zoende me. Ze was klein en warm. En nadat ik het café had afgesloten, fietste ze met me mee naar huis. In het smalle trappenhuis liep ze voor me uit naar boven. Ik keek naar haar billen in haar spijkerbroek. Die broek zou uitgaan. Ik zou die billen zien. Het leek onwaarschijnlijk en tegelijk het meest voor de hand liggende, hoe wonderlijk het ook was. Toen ze zich in mijn slaapkamer uitkleedde, bleef er van het jongensachtige weinig over. Ze had brede heupen en ronde billen. Hoe had dat in die spijkerbroek gepast? Ik was niet al te ervaren voor iemand van mijn leeftijd. Ik had een korte relatie gehad en een paar one-night stands en over seks had altijd een bijna onzichtbare sluier van moeizaamheid gehangen. Niet alleen over de daad zelf, ook over de voorbereidingen. De hoge spannen verwachtingen en de lege momenten erna. Met Jenny was het anders. Misschien had ik nooit het goede meisje getroffen of de goede stemming. Misschien was het vooral een kwestie van stemming. Ik voelde niet alleen opwinding, maar ook opgetogenheid. Toen we eenmaal naakt waren, ging het vanzelf, hoe hard we ook aan werkten. Gelukkig had ik nog condooms in huis. Ik deed er een om en het ging probleemloos, zonder gehannes. Ze pakte me vast en stopte me in haar. En mijn opgetogenheid wist van geen wijken. Ik wist nu waar het om ging. Ik kende het al, maar nu onderging ik het ook. Het steeds sterker wordende gevoel van schrijnende honger met de gulzige zekerheid van vrijwel absolute bevrediging. Het was alsof ik voor het eerst van mijn leven met mijn gedachten erbij was. We lagen naast elkaar uit te hijgen en toen we uitgehijgd waren wilde ze nog eens, op zijn hondjes. En ook dat speelde ik klaar. Ik hield haar boven haar billen vast en keek hoe ik in en uit haar gleed, langzamer, met dezelfde zekerheid. Dit waren dezelfde billen als op de trap, toen ik achter haar naar boven was gelopen en alleen nog haar hoofd en handen had gezien. Een goed half uur geleden was dat geweest. We hijgden weer uit en vielen in slaap. Na een paar uur werden we wakker. Jenny kleedde zich aan. Ik liep mee naar de voordeur. Ze nam vrolijk afscheid en daarna liep ze de trap af, met de voorzichtige tred van iemand die gewend is om aan slapende buren te denken. Ik ging terug naar bed en sliep tevreden verder en werd tevreden wakker. Ik rook haar nog. Het was een perfecte nacht geweest. Er viel niets op af te dingen. Het was precies geweest wat het was geweest. Een paar avonden later kwam Willemijn langs in de bar. Rossig, blond haar, blauwe ogen, glimlachend. Marja, jij schrijft over Rob van Essen. Goed opletten. Er gebeurt altijd iets. Iets wat je dan misschien nog net niet ziet. Ja. Wat maakt het dat je bij hem op scherp moet zijn? Het verhaal, zoals jullie hebben gehoord, dient zich eigenlijk aan als een vrij realistische, duidelijke vertelling. Het lijkt alsof hij alles vertelt wat er gebeurt, heel precies. Onopgesmukt. En tegelijkertijd door de compositie, door hoe hij de spanning opbouwt. En omdat dit verhaal eigenlijk het stramien heeft van een soort sprookje. Ik verraad nog niet zoveel als ik zeg dat iedereen langskomt straks in die bar.
heb je het idee van, er zit iets achter. Er wordt ons, de lezer, of het personage, wordt een loer gedraaid. En nou ja, die suggestie zit er heel erg in. Dus je moet, ondanks die klare taal, moet je heel goed opletten wat er gebeurt. En je kunt dit verhaal ook eindeloos, merk ik, herlezen. Waar let jij op als criticus als je korte verhalen leest? Nou, niet denk ik heel veel anders dan als ik een roman lees. Ik denk alleen ook nog een beetje naar aanleiding van waar we het net over hadden. Ik denk wel eens dat je misschien als schrijver nog beter moet zijn in het korte verhaal. Dat je in een roman meer kunt veroorloven. Een kort verhaal vind ik een heel artificieel genre. Terwijl een roman is veel meer een menselijk iets bijna. Een roman kan het zich veroorloven om af en toe in te zakken. Een artificieel genre. Ja. Kun je dat toelichten? Nou, het moet gewoon, ja. Als ik dit ga zeggen, dan kan ik ook 100 voorbeelden bedenken waar het niet zo is. Maar het ideale korte verhaal, daar wordt iets in opgelost. En tegelijkertijd moet het ook open en suggestief en mysterieus blijven. Dus dat is heel lastig. Je hebt heel veel techniek nodig om dat goed te kunnen. En dus misschien dat daardoor de boel veel meer op scherp staat. Ook voor als je een verhalenbundel gaat recenseren. Ja, ben je dan strenger? Ja, en het is ook lastiger om een verhalenbundel te recenseren. Omdat er zoveel, vaak verschillende verhalen natuurlijk instaan. Die je misschien niet altijd even goed vindt. Dus dan moet je al kiezen van, kan één heel goed verhaal de bundel redden? Of verwacht je dat er een soort constant niveau is? Dus ja, wat dat betreft zit je als criticus misschien wat meer te wikken en te wegen. Terwijl je dan wel zegt dat een roman eventueel ergens mag inzakken. Ja. Ik zit nu op te denken, met poëzie is dat eigenlijk ook een beetje zo. Van een bundel verwacht je dat het iets coherents heeft. Mm-hmm. Dat er een thema is en dat de volger dat niet willekeurig is. Ik heb altijd heel veel problemen met het concept willekeur. En misschien dat ik van een verhalenschrijver nog minder willekeur verlang. Mm-hmm. Wat vind je, want je hebt deze bundel ook gezien, wat vind je van de afwisseling van dit soort verhalen? Want dat is natuurlijk een soort, nou, eclectische mix van verhalen uit de wereldliteratuur. Het heeft natuurlijk iets heel aantrekkelijks, omdat ze allemaal ook worden geïntroduceerd door een fan, door de beste lezer, die ook het goed kan brengen waarom moet ik dit verhaal lezen. Aan de andere kant, ik hou heel erg van bepaalde schrijvers. Dus die verhalen, ik wil dan in die sfeer van de schrijver zitten. Dus dit is eigenlijk meer zo'n soort boek, denk ik. Je kunt het meenemen en je leest er af en toe iets in. En nou ja, dat is heel mooi. Ik bedoel, dat is nooit weg. Maar ik vind het wel fijn om toch in een sfeer te zitten van een schrijver. Ja. Maar voor mensen die nog niet zoveel korte verhalen hebben gelezen, is het een hele mooie, misschien een hele goede introductie. Ja, zijn. En het is ook precies wat Annelies zei over Flannery O'Connor. Dat is een fantastische verhalenschrijfster ook. En die is veel minder bekend dan Salinger bijvoorbeeld. Dus het is ook heel fijn dat zij dan weer staat in dit gezelschap. Het is ook een soort eerbetoon eigenlijk. Die functie heeft dat ook. Maar ik moet zeggen dat ik er wel weer genoegen in schiep om een Nederlandse schrijver te kiezen. Omdat ik wel echt vind dat wij meer geneigd zijn om naar het buitenland te kijken. En er zijn gewoon hele goede Nederlandse en Vlaamse verhalenvertellers. En dit was niet de opdracht, maar ik had het ook mooi gevonden om een bloemlezing daarvan te brengen. Wij zijn allemaal lezers die makkelijk Engels lezen en dus ook geneigd zullen zijn om een Amerikaan bijvoorbeeld in zijn eigen taal te lezen. Maar ik heb altijd het idee dat idee van de poëtische ruimte gewoon niet genoeg kunt onderschatten. En daarmee bedoel ik dat je soms ook een verhaal zelf interpreteert omdat je het niet in je eigen taal leest. Mm-hmm. En wat dat betreft komen Nederlandse en Vlaamse schrijvers gewoon met veel minder weg dan buitenlandse schrijvers. Ja. Dus ik vind het eigenlijk jammer dat er, want volgens mij is Rob en dan is nog een verhaal van Manon Uphoff. Ja. Maar verder staan er gewoon geen Nederlanders bij. En, nou, laten we dat dan ook weer als een aanmoediging opvatten. Ja, zeker. De komende periode. Ja. Ja. We komen nog even terug bij Salinger. Of niet eens even, we komen terug bij Salinger. Het verboden verhaal zullen we dus hier niet horen. Mag ik nog even? Ja. Ik mee eens. Maar het is alleen zo dat ik denk dat onbekend maakt ook onbemind. Dus als er meer verhalenbundels
van Nederlandse schrijvers door uitgevers worden gemaakt, gelanceerd, op de markt gebracht en ze worden door het publiek gekocht of in de media goed in de lucht gestoken, dat helpt ook. Mm-hmm, zeker, dus, ja. Aanvul het op ja, wat je ja, zegt. Ja, ja, absoluut. Ja. Aanmoediging voor uitgevers heel iets geks, en lezers. Maar, ja. Ik merk zelf trouwens nog wel dat ik de laatste tijd veel liever korte verhalen lees dan dikke romans. En misschien komt dat? Ik heb het idee dat ik een ander soort lezer word. En ik hou heel erg van die concentratie. Ik hou ook van het gecondenseerde proza. En het idee dat iemand het gewoon precies heeft uitgedacht. Ik merk dat ik steeds minder geduldig word voor een hele dikke roman. Dus nou ja, daar kan je dus ook nog in veranderen als lezer. Ja, ontwikkeling. Ja, nu het daarover gaat en hoe je dat kunt steunen en zo, is natuurlijk door verhalenbundels te kopen. Maar er is ook dus die jaarlijkse prijs in het leven geroepen, de Biesheuvelprijs. En dat is een prijs waarvoor men crowdsurft. Dus u kunt daar elk jaar geld voor schenken die dan de winnaar van die prijs kan winnen. Ik heb dus ook vorig jaar geld gewonnen van fans van het korte verhaal. Ik vond dat eigenlijk extra fijn. En Rob van Essen, daarom wou ik het ook even zeggen, is ook een van die Biesheuvelprijswinnaars. Op naar Salinger. Oh, ik ga nu... Oh, ja. Oh, nee, okay. Ik wou even nog wat voorleggen. Naar aanleiding van het feit dat precies dat ene verhaal dus niet deze bundel heeft gehaald, maar ons onthouden is door de erven. Vorige week stond er een interview in The Guardian met Matt Salinger, de zoon van Salinger. De acteur Matt Salinger. Tot mijn grote verrassing inderdaad. Captain America heeft hij gespeeld. Hij vertelde in dat interview dat hij nu inderdaad de hele erfenis van zijn vader, die 50 jaar door is blijven schrijven na zijn laatste publicatie, aan het uitpluizen is van notitieblokjes tot losse velletjes, tot manuscripten die ergens in een kluis opgeslagen lagen. Hij zegt van ja, dat is het voornaamste wat ik in mijn leven ga doen. Dit is het grootste levenswerk. Die films die ik allemaal heb gemaakt zijn maar crap. Ja. Klopt het dat hij in dat, ik heb het niet gelezen, maar dat hij dat in dat artikel zegt dat hij nog 10 jaar nodig zou hebben, wil hij... Minstens, ja. Om dat allemaal goed te bezorgen. En hij zegt van ja, het zal niet voor mensen die niet bekend zijn met het werk van Salinger, zal het misschien niet heel veel bijdragen, maar voor zo'n fans wordt dit echt heel groot. Hoe zit jij daarop te wachten om nog meer van Salinger te lezen? Nou, volgens mij was dat altijd wel een beetje de mystiek, hè, die om hem heen hing. Dat hij niet meer publiceerde, maar wel schreef. En daar zijn altijd wel vragen over geweest van ja, waar schrijft hij dan precies over? En is het die familie Glass? Hij heeft aangegeven dat hij inderdaad daar veel meer nog over moet vertellen. Ja. Alleen niet meer publiceren. Dus dat zou altijd na zijn dood plaatsvinden. Maar het was ook een rumoer. Soms dachten ze dat het niet echt was. Dat hij eigenlijk dat hij een writersblok had voor de rest van zijn leven. Dat hij na het grote succes van The Catcher in the Rye nooit meer echt, behalve dan de korte verhalen, iets wezenlijks had te melden. En nu blijkt dan toch dat hij als een bezeten heeft doorgeschreven. Ja, hij was alleen heel erg wars van de uitgeverswereld, begreep ik. Hij vond het om slangen. Ja. Waarom komt die zoon nu dan opeens op de proppen hiermee? Ik vind het toch wel een gek verhaal. Nou, ik weet niet of hij daar nu ineens mee op de prop komt. Nee, het was zijn 100ste geboortedag. Oh. En naar aanleiding daarvan is een journalist van The Guardian deze met gaan opzoeken. Want het was wel gezegd na zijn overlijden dat er meer boeken zouden, of dat er meer verhalen gepubliceerd zouden worden. Er was al wel over gespeculeerd. Ja. En hij vond het dan nu tijd om een einde te maken aan de speculaties daarover. Ja. En ook om te zeggen dat we nog geduld moeten hebben. Die al tijdens zijn leven rondgingen eigenlijk nog. Ja, precies. Omdat jij het verhaal niet in de bundel kon krijgen, ga jij iets anders voordragen? Ja, nou, ja. Vertel. Ja. I'm just sick of ego, ego, ego. My own and everybody else's. I'm sick of everybody that wants to get somewhere, do something distinguished and all. Be somebody interesting. It's disgusting. It is. It is. And I don't care what anybody says. Was getekend Franny Glass uit de verhalenbundel Franny en Zoe van J.D. Salinger. Salinger schreef 1 roman, The Catcher in the Rye.
vertaald als de vanger in het graan. Iedereen weet natuurlijk dat het verhaal gaat over Olly Kolenveld. Een opstandige jongen die van school wordt gestuurd en 3 dagen door de wereldstad Rotterdam zwerft voordat hij de moed kan opbrengen om naar huis te gaan en zijn ouders onder ogen kan komen. Tijdens die 3 dagen lees je hoe het is om een puber te zijn in een grote stad. Met verplichtingen waar je niets in ziet, omringd met volwassenen die niet praten maar blaten en in wie je niets menselijks meer herkent. Zij zijn allemaal onecht. En jij weet hoe het echt in elkaar steekt. Olly weet dat. De jongen die jij bent. Die jij zou kunnen zijn. Nu speelt de Catcher in the Rye zich natuurlijk af in New York en Olly Kolenveld heet Holland Caulfield. Maar dat geeft meteen de schoonheid van die roman weer. Iedereen kon zich erin herkennen. The Catcher in the Rye werd dé coming-of-age novel. Een standaardwerk omarmd door miljoenen. Na die roman gaf Salinger alleen nog maar enkele verhalenbundels uit. 9 Stories, Fran & Zoe, Raise High the Roof Bean Carpenters en Seymour, An Introduction. Zijn korte verhalen zijn schitterende mozaïeksteentjes die, als je de moeite neemt om zijn werk volledig te lezen, aanschouwen en doorgronden, ingemetseld blijken in een groots bouwwerk waarin de familie Glass centraal staat. Ik koos voor de bundel Te kopen babyschoentjes nooit gedragen voor een kort verhaal dat Salinger getiteld A Perfect Day for Banana Fish en ging ervan uit, na het overlijden van de oude meester in 2010, dat de opname van dat verhaal in de bloemlezing in een klein land met een bijzonder klein taalgebied niet al te veel problemen zou geven. Maar mijn uitgever stuitte op weerstand van de Erwin Salinger en het verhaal kon niet worden gepubliceerd. Ik had het kunnen weten. Salinger heeft tijdens zijn leven zijn werk streng bewaakt en zijn erven respecteerde de wens om het werk vooralsnog alleen op die wijze bij het publiek te brengen zoals hij het bedoeld heeft. Dus niet alleen het korte verhaal A Perfect Day for Banana Fish is verboden, geen enkel kort verhaal van Salinger kan worden opgenomen in een bundel of bloemlezing. Mijn uitgever vroeg of ik daarop dan een fragment van het korte verhaal kon voordragen, maar daar had ik bezwaren tegen. Het doet afbreuk aan de opbouw van het verhaal, aan de finesse, het onheimische gevoel dat uit het verhaal opstijgt en de continue dreiging die ervan uitgaat. Om het in zijn geheel voor te lezen vraagt te veel tijd en geduld van het publiek. Bovendien geloof ik er werkelijk in dat het verhaal beter werkt in de beslotenheid van uw huiskamer of waar u zich dan ook terugtrekt om te lezen. U bent dan alleen met Seymour Glass, het hoofdpersonage uit het verhaal dat, zo leren we uit Seymour An Introduction, geschreven is door zijn broer, Buddy Glass, volgens literaire journalisten het alter ego van J.D. Salinger. Ik wilde in elk geval het verhaal onder uw aandacht brengen. Het staat, zoals gezegd, niet in een bundel, maar zoekt u het op in het bondige oeuvre van de schrijver, ongetwijfeld te kopen of te bestellen bij de boekhandel. Toen J.D. Salinger overleed, schreef ik hem een bijzonder lange brief. Ik heb hem natuurlijk de brief niet toegestuurd. Ik heb hem nergens gepubliceerd. Ik zocht met de brief misschien nog heel even de nabijheid van een groot schrijver die er altijd al was en ineens niet meer. Toen ik het verzoek kreeg om iets over zijn verhaal te vertellen, moest ik ineens weer aan de brief denken. Ik wil enkele fragmenten met u delen. Nu zijn het fragmenten, dus als u hier en daar de samenhang mist en voelt alsof ik zandkorrels in uw ogen wrijf, dan klopt dat. Beste J.D. Salinger, ik was een laatbloeier en leerde je pas kennen nadat ik mijn debuut had gemaakt met het boek ST. Ik schreef het manuscript onder pseudoniem, stuurde het aan een uitgever toe en wilde niets meer mee te maken hebben. Ik zocht de anonimiteit uit angst voor een wereld waar ik niets van wist. Het boek kon op een paar goede recensies rekenen. De aandacht was, zoals dat in de meeste gevallen gaat met een debuut, bescheiden. 1 recensent schreef dat het boek geschreven was in een co-productie van Palmen, De Vroege Reven en Salinger. Ik las je naam op de wijze zoals je Kralingen zegt. Ik zocht je naam in de boekhandel en was ervan overtuigd dat het een Nederlandse schrijver was. Je bedoelt Salinger, zei de vrouw van de boekhandel. De schrijver van The Catcher in the Rye, een Amerikaanse auteur. Ze liep naar de vertaalde literatuur en daar stond de enige roman die je ooit hebt geschreven. De Vanger in het Graan. De boekhandel had slechts een Nederlandse vertaling. Ik las het boek die middag nog uit. Ik was gelukkig en teleurgesteld. Gelukkig omdat ik een stem hoorde die toen op de een of andere manier verwant leek aan de mijne. Teleurgesteld omdat ik ontdekte dat het boek in 1951 al was gepubliceerd. Wie denkt in de wildernis de eerste avonturier te zijn en plots voetsporen ontdekt van iemand die hem is voorgeweest, ervaart de rauwheid van de natuur als minder authentiek en zijn weg als minder oorspronkelijk. Nadat ik je roman gelezen had, wilde ik je leren kennen. Ook daarin was ik niet uniek. Lezers zocht je op, wilden met je praten, journalisten wilden je interviewen en over je schrijven, filmstudio's wilden je boek verfilmen, biografen wilden je levensverhaal optekenen en jij, de schrijver van dé coming-of-age novel, wilde vooral met rust gelaten worden. Je schreef niet alleen de grote Amerikaanse roman, je werd de beroemdste kluizenaar ter wereld, samen met Greta Garbo en de excentrieke Howard Hughes. Geweldig, dacht ik. Je schrijft een roman, je verdient de centen, je trekt je terug en je laat iedereen maar uitzoeken. Je hebt gezegd wat je wilde zeggen. Punt. Zo moest dat.
Ik begreep dat. Ik begreep je manier zoals ik dacht dat niemand dat deed. Maar ook dat dachten weer miljoenen anderen. Daar zaten trouwens ook een paar echte gekken tussen. Ik dacht ooit aan om je een brief te schrijven. Maar hoe zou je het onderscheid kunnen zien tussen een oprechte lezer, een psychopaat of een journalist? Je hebt een bloedhekel aan journalisten. En ik neem het je niet eens kwalijk. Ik vroeg me af wat het nut zou zijn om je te schrijven. Het kwam natuurlijk door Holden Caulfield, het hoofdpersonage uit je boek. Hij zegt dat hij het echt te gek vindt als hij een goed boek leest en dat de schrijver dan echt een vriend van je zou kunnen worden. Dus dat je hem echt kan opbellen. Misschien gloorde daar wat hoop voor me en dacht ik dat je mij zou begrijpen. Maar ik begreep jou beter. Je correspondeert niet met de buitenwereld. Geen bezoek aan huis, geen correspondentie. Je zei dat men geen idee had hoe gevoelig het allemaal ligt. Je wilde vooral met rust gelaten worden. Je fulmineerde tegen de fonies in de wereld, zoals ook Holden Caulfield er tegen tekeer gaat. In je correspondentie met anderen had je het regelmatig over de fonies in Amerikaanse literatuur. Te veel schrijvers hangen de schrijver uit. Ze praten op tv over hun ingenieuze boeken met een inhoud die zo flinterdeun is dat je erom zou willen janken. Alleen al omdat ze op zo'n voetstuk worden gezet. Je jankt om al die andere verhalen die ondertussen een anonieme dood sterven en die je wel toedoen. Schrijvers die ervan houden om bekend te staan als de schrijver. Wat betekent zoiets? Maar echt. Je hebt tot aan je enkels in de plassen bloed gestaan na je landing op Utah Beach in Normandië. Je hebt er nooit over gesproken. Ik begrijp dat wel. Mijn opa was een geus van de tweede verzetsgroep, de Geuze 2, nadat de eerste groep van 18 jonge mannen werd opgepakt en tegen een muur gezet. Jan Kampert schreef dat gedicht erover. Wat ik erover wil zeggen is dat mijn opa ook nooit met een woord heeft gerept over zijn ervaring in het kamp. Zijn broer stierf een hongerdood. Dat moet verschrikkelijk zijn geweest. Toen mijn opa ziek werd, probeerde ik hem aan te moedigen om vol te houden. Wees sterk, zei ik. Net als in de oorlog. Hij knikte op een manier alsof hij wist dat ik de betekenis van mijn eigen woorden niet begreep. Dat lukt niet, jongen, zei hij. Toen hield haat me op de been. Misschien trok je je daarom ook wel terug. Onbegrip. En misschien ook wel verbittering. Je gaf je leven aan de kunst en nog altijd vond je dat het publiek het niet op waarde kon schatten. Je werd door miljoenen aanbeden, maar in jouw strenge en steeds overtuiging om de verkeerde redenen. Voor jonge aankomende schrijvers is het overigens vast een geruststelling om te weten dat ook jouw eerste kortverhalen herhaaldelijk werden afgewezen. Je verwerkte de teleurstellingen zoals het hoort, bleef overtuigd van je talent en leerde de afwijzingen te negeren. Niet elke schrijver wordt als een genie geboren. Toen je jonger was, maakten je ouders zich zorgen over je. Je cijfers op school waren middelmatig en soms zelfs ronduit slecht. Je belandde toen op die militaire academie. Mijn schoolresultaten lieten ook de wens over. In tegenstelling tot jouw ouders bekommerden mijn ouders zich er niet om. En toen mijn vader ons verliet, werd mijn opleiding vooral een financiële last. Het enige wat mijn moeder vroeg was, hoe duur kost die kutschool eigenlijk van je? Maar dat terzijde. Niet elke schrijver denkt zoals jij natuurlijk. Gerard Reven bijvoorbeeld zei dat hij een winkeltje had. Hij zei dat hij het boek schreef en daarna was hij de verkoper van zijn boek. Bewonderenswaardig als een schrijver dat kan. Zonder dat het afbreuk doet aan het werk. Of dat het toekomstige werk daardoor iets verliest. Omdat het al dan niet onbedoeld met een beoogd effect geschreven wordt. Met een bedoeling die steeds verder verwijderd ligt van de noodzaak die de schrijver ooit voelde. Je was volgens de heersende opvattingen in die tijd een beroerde verkoper van je werk. Je werd al half krankzinnig als een magazine ongevraagd een titel van een kort verhaal veranderde, omdat de redactie dacht dat hun vondst beter paste bij het blad of omdat het verhaal daardoor aantrekkelijker leek. Je wenste geen bijzondere vormgeving voor je boeken. Later wens je dat zelfs je foto niet meer op de achterflap zou worden geplaatst. Het ging je om het werk en niets meer dan het werk. Natuurlijk hoopte je op publiek, zeker toen je jonger was en aan het begin stond van je schrijverschap. Maar al met al heb je weinig concessies gemaakt. Je realiseerde je zeer goed dat het werk soms nooit zijn weg naar het publiek vindt. Ongeacht of je een groot kunstenaar bent of niet. De kunstenaars die jij bewondert zijn wat dat betreft goede voorbeelden. Het armoedige leven van Van Gogh is bekend. Maar ook Kafka was tijdens zijn leven slechts bekend in een selecte kring van intellectuelen en bevriende kunstenaars. En ook Melville was na zijn dood praktisch alweer vergeten. Totdat Moby Dick ineens zijn weg vond naar het publiek. Of weer vond naar het publiek. In het slechtste geval heb je maar een paar toehoorders of lezers. Misschien is dat wel de sound of one hand clapping. Het motto dat je gebruikte voor je verhalenbundel Nine Stories. Herinner je dat nog? Het is het geluid van de bewondering zonder publiek. Het is het geluid van de geboorte van een boek dat niet aan de hand wordt genomen als een dreinerig kind, maar dat zijn eigen weg vindt. Naar één lezer, naar twee, naar tien, naar 10.000. Wie zal het zeggen? Het is uit je handen. Het is niet aan jou. Ik denk dat je gek zou worden als je weet hoeveel kanalen er tegenwoordig zijn om je werk aan te prijzen. A bunch of phonies, zou Holden Caulfield zeggen.
Jij zou al die kanalen betitelen als illusies van de wereld. De sociale media is waarschijnlijk ver verwijderd van de eerlijkheid en puurheid waar jij zo naar streeft. Ik heb, tegen mijn verwachting in, alle kanalen gebruikt. Dat zou goed zijn voor mijn werk, werd mij verteld. Er zijn immers te veel individualisten. Er zijn geen nieuwe stromingen meer. Niets valt echt op, tenzij je heel hard brult. Niets gaat lang mee, dus moet je vooral meedraaien, meedoen, binnenhalen, het moment pakken, graaien. Anders beklijf je niet. Uitgevers gaan erin mee en proberen hun slag te slaan door in te spelen op trends. Lang geleden was het vast een stunt als je op een boekenbal tijdens de voorstelling pamfletten van het balkon gooide en de bestaande literatuur omver probeerde te werpen. De aanwezigen tijdelijk gijzelde, claimde, opeisten en inspireerde met een nieuwe blik op de letteren. Nu is alles nieuws en tegelijk kijkt niemand nog echt ergens van op. Iedereen is steeds op zoek naar het volgende nieuwe ding. Jij kan dit niet. Meedoen met de sociale media. Een literair feest bezoeken. Meebuigen. Je zou niet weten wat je moet zeggen. Hoe je jezelf moet gedragen. Wat je ervan moet vinden. 20 jaar geleden stuurde ik een brief aan mijn uitgever waarin ik schreef: mijn naam is Emma Lee, een meisje van de straat. Ik heb een manuscript geschreven en ik stuur het u niet toe, want mensen zoals u zitten niet op mij te wachten. Het was toen mijn pseudoniem, mijn alter ego. Mijn uitgever besloot mijn debuut uit te geven zonder ooit met mij te hebben kennis gemaakt. Ik kom uit een ongeletterd milieu, moet je weten. Ik was vooral angstig en te onzeker om direct contact te zoeken met een wereld die mij vreemd was. Maar tegelijk zocht ik naar een beetje schoonheid. Ik wilde haar ervaren. Ik weet hoe het klinkt, maar dat was wat ik wilde. Daar vocht ik voor. Ik was bereid om haar te bewaken en te beschermen als ik haar eenmaal had gevonden. Ik zou mijn leven eraan geven. Ik nam het op als een heilige taak, omdat ik mijn achtergrond en milieu wilde ontstijgen. Ik schreef in die periode alsof ik achterna werd gezeten, alsof er jacht op mij werd gemaakt. Het klinkt pathetisch als ik het zo schrijf, maar ik meen er elk woord van. Ik denk wel dat je je er iets bij kunt voorstellen. Jij schreef immers die roman over die overgevoelige, opstandige, dwaze puber Holden Caulfield. Het was jouw aanklacht tegen lichtzinnigheid, je verlangen naar puurheid in het bestaan en je onmogelijke eis om authentiek te blijven. Ik beloof je dat ik zal proberen om niet af te dwalen. In een van mijn romans, De Tijger en de Kolibri, staat een hoofdstuk van één zin. Ik gooi een fles in zee. Dat is het enige wat ik kan, denk ik. Ik schrijf iets, stop het in een fles en werp het de wereld in. Als het al ergens aanspoelt, dan hopelijk bij die ene echte lezer die erop zit te wachten. Ik weet dat je in je werk zocht naar een staat van verlichting, zoals het schrijven ook voor Kafka een vorm van gebed was. Ik weet niet hoe ver je bent gekomen. Ik weet alleen dat ik, toen ik hoorde over je dood, heel even nederig het hoofd boog en zachtjes fluisterde: God have mercy on this lonely bastard. Dat is eigenlijk het enige wat ik me kon bedenken. Salut. Daarmee komt er een besluit aan deze avond over het korte verhaal. En ik kan eigenlijk alleen maar zeggen, dank u wel schrijvers voor deelnemen. Dank u wel voor jullie aandacht allemaal. En ik zou zeggen, lees die verhalen. En zoals wij van Parool dan ook altijd nog zeggen, lees die krant.